bliksem, regenbuien, het is kut weer. Raad eens wie moet er naar buiten, ik, kutzooi. Mijn jas vergeten, dus ik weet... Stap voor stap, stap ik je kant op. Twijfelachtig kom je dichterbij. Ik zoek voor Oh, with you, my life is so much better. Because I know you're there for me, whatever. Don't matter what we do, as long as I'm with you. I forget about the world and all the stress. Give our breathing love and soul. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Hey mensen, normaal kwam er zondag een vlog, maar nu komt in de plaats van de vlog een Q&A. Als jullie toch nog een vlog willen, laat het dan ook weten, maar laat ook vragen achter voor een Q&A video op YouTube. Hey mensen, ik heb deze reactie gekregen tussen iemand met dezelfde naam als mij, Steve. Dus, hey naamgenoot, je moet die haat geen aandacht geven, ze zijn het niet waard. Ten eerste, dat is waar. Ten tweede, ik heb een naamgenoot. Yay! Maar in ieder geval dankjewel voor deze lieve en topreactie, Steven. Jij verdient dat om deze reactie in een van mijn video's te zien. Zo'n lieve reactie wil ik eigenlijk van iedereen, maar niemand gunt het mij. Behalve mijn redelijk wat volgers die mij wel leuk vinden, die gunnen mij dat wel. Maar de haters natuurlijk niet. En dat vind ik ontstorend. Want ik doe mijn best om leuke content te maken, zowel op YouTube als op TikTok. En dan krijg ik haat en ik snap niet voor wat. Wie weet... dat is pijn. Wie weet dat, maar op zich trek me er niks van aan. Ze mogen haten zoveel als ze willen. Eerlijk, maakt mij niet uit. Maar alvast bedankt, topper, voor deze lieve reactie.